Bij het wijzigen van het burgerlijk wetboek zullen er een aantal aanpassingen moeten komen binnen het personen- en familierecht, zei VHP-parlementariër Cheryl Dijksteel vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de openbare vergadering. Binnen het personen- en familierecht zal er volgens haar onder andere gewerkt moeten worden naar de gelijkstelling van man en vrouw. In het huidige burgerlijk wetboek is de vrouw nog steeds achtergesteld, zegt Dijksteel. Waarschijnlijk in de praktijk minder, maar in de wet wel. En anno 2023 is dat ongeoorloofd. Artikel 353 lid 1 geeft aan dat alleen vader de ouderlijke macht uitvoert. Artikel 71 zegt het kind volgt de woonplaats van de vader. Artikel 79 zegt de vrouw volgt de staat van de man. Artikel 383a lid 1 onder 3 en 403 lid 1 geeft aan dat alleen er een gehuwde voogdes en gehuwde toezienvoogd is. Al deze zaken worden aangepast in het ontwerp. Dijksteel geeft ook aan dat er wat aanpassingen komen binnen het namenrecht. In de huidige wetgeving is opgenomen dat huwelijkse en buitenhuwelijkse kinderen per se de geslachtsnaam van de vader dragen. Dit vormt volgens haar een achterstelling van moeders ten opzichte van vaders, hetgeen als discriminatie naar geslacht kan worden gezien. En dat is een inbreuk op artikel 8 van onze grondwet, artikel 26 van het BUPO-verdrag, artikel 2 en 6 van het Vrouwenverdrag of wat we noemen CEDAW. En artikel 24 van het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ouders behoren de mogelijkheid te hebben te kiezen voor de naam van de moeder. Dijksteel zegt verder dat er ook veranderingen zullen moeten komen in het huwelijksrecht. Dit ondanks er al veel wijzigingen zijn gebracht in dit wetsproduct. De parlementariër geeft aan dat er binnen dit recht nog veel afwijkingen zijn in leeftijd. En ook dat wordt gezien als discriminatoir.